Yo, Astro. Ben je er nog? Astro, wake up! Vandaag zijn we weer terug in Astrobot. En dit is, als het goed is, de allerlaatste aflevering. Ik word er nu al een beetje sad van, want ik vind dit tot nu toe echt een hele sikke game. Maar we gaan maar weer gewoon meteen induiken. Smash eventjes op die like als jullie zin hebben in deze laatste episode. In de vorige video hebben we volgens mij 3 of 4 werelden gedaan. Of levels bedoel ik. Ja, we hebben inderdaad 4 levels gedaan. En wij hebben nu nog alleen een piratenlevel over. Een boslevel over. En natuurlijk het level waar we het onderdeel krijgen. De CPU als het goed is. Maar eerst gaan we even deze asteroid hier pakken. Want dan krijgen we even wat secret levels erbij. Oh, wat is dit? Genie draait door. Oh nee, dit is gewoon zo'n bonus level. Net zoals in de vorige werelden. Nee, ik denk dat we gewoon even meteen in het piratenlevel gaan. Ik heb er hartstikke veel zin in. Dus we duiken gewoon direct eventjes een leveltje in. Oh, damn. Oké, dit is totaal niet wat ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht, dit is gewoon een leuk piratenlevel, maar dit is gewoon echt een lava hell level of zo. Oké, we hebben hier tot nu toe gewoon wat normale dudes. Ik had wel iets meer verwacht van zo'n hells level. Dan hebben we ook... Kijk die vogel jammen. Volgens mij heb ik ze nog nooit zo zien jammen. Gaat iedereen dansen in dit level? Ik hoop het oprecht, want dat zou heel leuk zijn. Oké, we pakken eventjes zijn hoofd erbij. Oh, wat is dit? Ja, nee, dat is leuk. Lava, balletjes. Oh, het is dit waterding. Oké, dan moeten we ze eventjes sprayen en dan gaan ze dood als het goed is. Kunnen we ook de vogel sprayen? Dat zou heel leuk zijn. Kan dat? Nee. Wacht, dan moeten we wel even snel zijn, want volgens mij gaat dit ook weer weg. Oh ja, het gaat zeker weten weg. Oké, here we go. En we hebben de power-up. Wat is dit? Oh, dit is weer het balletje. Oh, dit is een hele leuke power-up. Oké, nou, we gaan even in het kanon. Dan kunnen we het zo te zien naar links en naar rechts. Oh, shit. Oh, damn. Wat? Oké, die guy is heel boos op mij. Volgens mij hebben we die guy nog nooit gehad. Oké, dan gaan we eventjes hier naartoe rollen. Snel in het kanon. Overleef ik dat? Dat overleef ik zeker weten. Op. Oké, keihard op zijn hoofd. En daar hebben we een nieuwe guy. Oh, shit. Boah, dat had ik echt totaal niet verwacht. Oké, deze guy valt echt heel snel aan. En we zijn helemaal hier. Oké, dit is denk ik wel een beetje een lastig level. Deze enemies reageren heel snel. Oké, we wachten hier eventjes totdat hij klaar is. Hoppakee, en dan gaan we rennen. Gaan we in balvorm. Trouwens, misschien kan ik zijn shots gewoon blokken als ik in balvorm zit. Dat zou heel goed kunnen. Wacht, dan gaan we even checken. Yo, kan je... Ja! Oh my god, dit is insane! Oké, dat is toch wel iets makkelijker dan ik had verwacht. Oké, hoe werkt dit? Oh, ik moet dit doen. Oh, dat is heel cool gedaan. Voor als je niet door had, ik moest springen en daarna in de balvorm gaan. Want ik ben dus heel zwaar in deze vorm, zoals je hier kunt zien. En daardoor kon ik hem pletten. En in de balvorm kan ik dus ook niet geraakt worden door die dingen. Dat vond ik aan het begin een beetje onduidelijk, maar dat hebben we nu uitgevogeld. Oké, dan gaan we nu over de lava krokodillen. En dan moeten we hier dit doen. Hoppakee. En dan moeten we deze guys even killen. Oh, shit. Pas op. Oké, eerst wil ik jou even killen. Oh, die ene guy is gevallen. Oké, dat is ook prima op zich. Oh, shit. Oké, dit is nieuw. We gaan even in balvorm. Oké, mooi zo. Springen. Hoppakee, perfect. Oké, die guy is wel iets minder goed. Die is wel makkelijker om te killen. Ik weet best wel zeker dat ik iets gemist heb. Nou ja, het lijkt erop van niet. Ja, er zijn niet zoveel platformen waar je op kan jumpen. Dus ja, tot nu toe hebben we alleen maar één puzzelstukje gekregen. Oké, dan hebben we die guy hier. Deze guy is niet heel sterk. Die kunnen we gewoon even in één keer pakken. Dan kunnen we hier naar beneden en hier naar boven. Zo te zien gaan we daar verder, want daar is een checkpoint. Daar is ook een puzzelstukje trouwens. Dan gaan we eerst even hierheen. Is dit gewoon een soort boss fight? Ik denk het wel. Oké, even in balvorm. Even in balvorm. Gewoon even chillen. Hoppakee. Goed zo. Oh, ja. Perfect. En boom. Klaar. Oké, waar moeten we dan heen? Daarboven. Oh, daar is een bot zo te zien. Oké, mooi zo. Kom even hier, bro. Wat, die krokodillen zien er zo cool uit met die hoofdjes die zo ronddraaien. Of die ogen. Oh. Oh. Oh, sorry. Ik ben echt heel dom. Ik dacht voor een of andere reden in mijn hoofd dat dit een platform was voor transport. Maar het is gewoon een krokodil, zoals in elk level hiervoor. Sorry, dat was echt heel dom. Het spijt me. Oké, we gaan deze even snel killen. Gaan we nu een bal vormen, want dan gaan zij ook dood als het goed is. Oké, dan kunnen we het even goed doen. Yes, oké, snel balvorm. Jeetje, sorry, ik moet echt eventjes focussen, want ik wil niet weer doodgaan. Dan moet ik weer helemaal hier naartoe lopen. Oké, hallo meneer de krokodil, hoe doe ik dit? Doe ik gewoon dit? Oh, ja, wat doe ik nu? Oh, dat. Wat? Oké, dat is insane. Dat is oprecht insane. Yo, kom hier, bro. Is dit Dark Souls? Nee, Dark Souls is geen PlayStation exclusive. Oh, dit is Demon's Souls. Ja, oké. Het is dus wel een From Software game. Oké, dat is heel leuk. Nou, dan launchen we even terug. Wel cool dat dit een Demon's Souls level is. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Was ik helemaal vergeten dat dat een PlayStation exclusive was. Oké, dan hebben we hier nu een checkpoint. Eindelijk, want we moesten heel de tijd teruglopen. Als het goed is kunnen we hier gewoon veilig launchen. Oh, hier hebben we een puzzelstukje. Hier moeten we heel goed opletten. Oh, shit. Gaat dit vallen? Dit gaat denk ik vallen. Oké, snel, snel. Bot. Oké, kom op. Please. Druk op kruisje. Bro, ik wil door. Hier omhoog.
deze guy even killen. Snel het puzzelstukje vangen. Vangen? Wat? Pakken. Ik weet niet zeker of dit naar beneden gaat. Oh ja, het gaat zeker naar beneden. Oh my god. Oké, dat was een hele close call. Nou, volgens mij hebben we niks gemist. Dus we kunnen gewoon veilig door. Niet veilig. Wel veilig. De bal power-up is echt hartstikke overpowered. Je gaat echt door niks dood zolang je in die bal zit. Wat moeten we hier doen? Gewoon dit. Damn, dat is wel sick. Dat is heel sick. Oké, pas op. Oké, we gaan even zo. Oh, dit voelt zo sick in je controle. Je voelt echt die weerstand. Oké, heel snel. Ja, goed zo. Dit zijn hele leuke enemies. Ze zijn wel heel makkelijk natuurlijk, maar wel heel leuk. Oké, wat is dit? Is dit voor een bot? Ik denk dat dit voor een bot is. Oh, damn. Wat? Hebben we deze guy eerder gezien? Voor mijn gevoel heb ik deze guy eerder gezien, maar ik weet niet waar ik hem heb gezien. Misschien praat ik echt poep nu en is het echt dikke vette onzin. Ja, ik weet het niet. Oké, even alle enemies hier killen. Wat moeten we dan doen? Oh, dan moeten we op die messen springen, denk ik. Oh nee, dat is helemaal niet waar. Het is deze. Oké, nice. En wat gebeurt er nu dan? Oké, die guy gaat gewoon rechtstreeks de lava in en we krijgen een bot. Dat voelde zo random. Hoezo waren er plastic messen en hoezo was er een skeletpiraat? En hoezo is die in het lava gevallen? Oké, dat is echt heel random. Maar we hebben in ieder geval een bot en we kunnen weer door met the game. Waar gaan we ook heen trouwens? Gaan we naar dat piratenschip? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, kunnen we hier opstaan? Waarschijnlijk kunnen we hier opstaan op deze presses. Hier gaan we dus blijkbaar dood. Ja, hier moeten we in een bal veranderen. Hoppakee. Ja, dit hebben we dus al eerder gehad in een level. Deze power-up is zo OP. Wacht, kunnen we nu hier erop jumpen? Ik denk het wel. Dus zo. Ja, kijk. En dan moeten we hier overheen rollen. En dan kunnen we hier... Nee! Goed zo, Astro. Holy shit. Daar had ik niet zo over nagedacht. Dan gaan we hierop. Boom. En... Oh, wat is dit? Wat is dit? Dit zijn gewoon twee secrets in één, joh. Holy moly. Is dit het secret level? Nee, toch? Nee, dat kan niet. Oh nee, dit is geen secret level. Dit is gewoon een plek waar we een bot krijgen. Maar we hebben gewoon een soort van twee secrets in één. Want net hadden we hier ook weer een bot secret. Alleen dat was dan met die piraat. Wat moet ik doen dan? Oh, dit. Oh, dat is wel heel leuk gedaan. Oké, het is wel heel makkelijk. Ik heb niks gezegd. Oh my god. Letterlijk op het punt dat ik zeg... Oh, dit is best wel makkelijk. Ga ik gewoon dood. Oh my god. Het is dus niet best wel makkelijk. Het lijkt alsof het heel makkelijk is. Het is een illusie. Het is trickery. Waar moet ik nu heen dan? Oh my god, dat was heel close. En nu zo. En nu zo. Yes, goed zo. Wat waren al die geluiden? Hebben we nu een bot? Ja, wie is dit? Ken ik jou? Dit is niet van Demon's Souls, denk ik. Nexus bewoner. Oh, jawel. Dit is wel van Demon's Souls. Maar ik heb Demon's Souls nooit ver gespeeld. Want je hebt hier... Er staat daar in ruil voor zielen. Okidoki. Waar moet ik nu heen? Oh, hier. Yes. Boom. Die vulkanen zijn echt heel chill. En dan zijn we nu weer helemaal hier. Waarom is daar een stofzuiger guy? Oh ja, die hebben we eerder gezien. Je moet gewoon in een bal veranderen. En dan sloop je hem letterlijk gewoon. Ja, zo. Holy shit, waar gaan we nu heen? Dat is satisfying. Moeten we daarheen? Nee, we moeten hierheen. Oh, shit, het gaat weg. Nee, doe niet. Oh, wat? Zag je dat? Die bot werd daar een soort van gepest door die twee guys. Oké, hoppakee. Ik heb je gered, bro. Ben je redder in nood, meneer Astrobal? Even kijken. Oh, het gaat volgens mij best wel goed met de collectibles. We moeten alleen wel nu echt goed gaan opletten. Want vaak mis je op het einde nog een collectible. Volgens mij is daar beneden een bot. Dus we moeten daar in ieder geval beneden zien te komen. Oké, maar eerst even deze guy unscrewen. Hoppakee, pakken we jullie. Oh, kijk, we moeten hier een bal veranderen, zodat we hier naar beneden kunnen. Oh, we kunnen trouwens ook jumpen via hier. Oh, dat is ook wel sick. Wacht, is hier voor de rest niks? Volgens mij niet, maar als we via hier jumpen... En dan moeten we dat doen. Ik weet niet, ik vond het gewoon heel grappig hoe die muntjes daar kwamen. Want je kon zeg maar ook zo lopen. Maar als je zo loopt, krijg je muntjes. Oké, 3, 2, 1, YOLO, boom. Oh, oké, dat was iets minder satisfying dan dat ik had gehoopt. Ik had gehoopt dat we echt in één keer drain zouden zakken. Want we zijn best wel een zware bal. Maar dat ging nog best wel lullig. Nou, oh shit. Dit is best wel dark. Even serieus. Oké, gelukkig ben ik hier om jou te redden. Maar dat is best wel dark, man. Met die skelet-astro's. En zijn dat slakken? Dat zijn slakken volgens mij. En hier ligt nog iemand die dood is gegaan. Wat gebeurt hier dan? Dit is gewoon een vulkaan of niet? Oh, we gaan hier gewoon verder met de game. Je hoorde hier letterlijk heen te gaan. Dat waren twee hele makkelijke secrets. Oh my god. Oh, dit ding gaat weer zinken. Nee, nee. Oké, dit is niet leuk. Dit is oprecht niet leuk. Moet ik ze allemaal killen? Ik weet niet of ik ze allemaal moet killen. Dat is niet slim, denk ik. Oh shit, ik moest ook daaronder kijken. Waarschijnlijk was daaronder een secret. Holy shit. Was er een secret in die bak? Ik denk het wel. Hier zijn sowieso secrets die ik heb gemist. Maar dat kan je niet maken, man. Onder stress secrets zoeken. Dat is echt... Dat is onmogelijk. Dat is een sin als je dat in je level stopt. Oh, wat is dit? Is dit een bos? Kapitein Shortfuse. Ze konden geen vertaling bedenken, volgens mij. Oké, shit. Shit.
Snel, hoppakee, boom, raket, perfect. In je oog. Oh shit, dat was bij zijn ooglapje. Dat is niet goed, denk ik. Oh, ik moet eerst naar zijn oog toe, dus ik deed fout. Je moet dus gewoon in een bal veranderen wanneer het vuur hier is. Oké, shit. Snel. Bal. Holy shit. Dat is heel close. Dat is heel close, zagen jullie dat? Een screw. Kijk, dit vind ik heel tof. Dit is super hectisch. Dit zijn vuurballen, snel hierin. En dit is wel in zijn oog. Mooi zo. Oké, die andere was dus fout. Kunnen we nu even snel terug, voordat de enemies inspannen. Oh shit, hoe kill ik jou? Oh, dat is zo'n guy. Yes, oké, eerst moeten we denk ik even wachten op het vuur. Nee, eerst zo. Oh, dat was heel close. Dat was echt heel close. Dan gaan we nu hierin. En hoppakee, dat is de laatste, denk ik. Nu al? Nee, toch? Oh, damn, dat was een hele korte fight. Ook best wel makkelijk, maar wel cool. Oh. Was dat echt het einde? Dat was echt het einde. Oké, dat wist ik niet helemaal zeker. Oh shit, maar we hebben een bot gemist. Ik zei het je. Ik zei het je. Bij dat piratenschip is een bot of een secret. Je moest onder stress een secret vinden. Verdorie. Ik had daar in de void moeten springen. Dan kon ik hem wel krijgen. Dat is echt naar, man. We hebben tot nu toe geen één level 100% gehaald in deze wereld. Maar het is echt... Ja, we missen elke keer één bot of één puzzelstukje of zo. Dat is echt wel heel irritant, moet ik zeggen. Ik ga het later nog wel eventjes een keertje opnieuw checken. Maar we hebben wel weer twee nieuwe PlayStation-characters. En het is eindelijk weer van een franchise die ik ken. Oh, shit. Boom, perfect. Hoppakee, give me your 100 coins. Insane, we zijn best wel rijk trouwens. Dat moeten we ooit eventjes gaan uitgeven in die grijpautomaat. Maar ik ben eigenlijk nu gewoon heel erg de levels aan het grinden. Oké, jullie gaan terug naar de PS5. We gaan eventjes een boss level activeren met 200 bots. Dat halen we echt nog maar net. Ik kan niet verwachten dat ze zo close zou zijn. Nou, we gaan er in één keer in. Ja, sorry, we zijn echt eventjes de laatste paar levels aan het grinden. Want ik wil eigenlijk in aflevering 10 klaar zijn. Want dat is wel satisfying of zo. Oh shit, het ziet er best wel vredig uit. Oh, dit had ik niet verwacht voor een boss level eigenlijk. Het is allemaal best wel cute en peaceful. Het is ook een soort van woestijn. Oké, ik zie wel een hoop vogels, maar dat had ik ook al wel verwacht. Want ja, dit sterrenstelsel is iets met een vogel of zo. Oh shit, oké, er zijn heel veel boze vogels. En die gaan we even allemaal op een mijl slaan. Oh, dat is weer die bal of niet? Ja, oké. Twee keer een bal level vind ik niet zo erg. Maar dat betekent wel dat we deze game geen nieuwe power-ups meer gaan zien. Wat ik wel een beetje jammer vind, maar ja, je kan niet voor elk level een nieuwe power-up krijgen. Hoppakee. Trouwens, hebben we al iets gemist? Ik weet het niet, man. Ik zie daar wel een vogel. Lastig. Oké, yo, bro's. Oh, shit. Daar ging ik heel bijna dood. Stop even met mij bekogelen. Hoppakee. Wat? Ik vind de muziek trouwens wel heel ominous op de achtergrond. Je hoort echt alleen maar een paar plingeltjes of zo. Ik weet trouwens niet waarom dit nu in de game zit. Oh, dit is waarschijnlijk om een gimmick van de boss fight zo meteen te spoilen. We moeten dus denk ik straks dingen gaan losschroeven, zodat we toegang krijgen tot nieuwe dingen. Ik denk dat dat het is. Oké, dat was trouwens wel heel satisfying. Hoppakee, throw me in the boss fight. Yup. Daar is die. Oh, damn. Bonk op zijn hoofd. Nou, we hebben twee levens gekregen. Wat? We staan op zijn buik. Oké, dat is geniaal. Dat is geniaal bedacht. Kunnen we ook op zijn vleugels? Oh ja, dat moet zelfs. We moeten op zijn vleugels. Sorry, bro. Ik kan niet naar je vleugel. En ik ben dood. Ik dacht, ik moest naar je vleugel toe. Nee, ik denk dat je gewoon moet wachten. Oké, we wachten wel even. Wel cool dat je een bril hebt als vogel. Oh, shit. Moet ik? Oh, ja, ja. Wat doe ik? Oh, zo, dat hoorde erbij. Oké, je moest daar in balvorm gaan. En nu zijn die vleugels zo. Oh my god. Oké, dat is insane. Dat is insane. En dat was inderdaad een spoiler voor de boss fight. Hoppakee, dat is één deel van je vleugel. Oh, en nu zitten we op je rug. Wat? Oh, dat is heel sick en dit is een jump pad. Oké, sorry, ik moet een beetje focussen. Dus ik kan niet echt heel goed commentaar geven, maar dit is heel cool. We moeten dus in een bal veranderen wanneer hij met zijn snavel gaat. Oh, en zijn bril is nu ook een beetje cracked. Oh shit. Dat moeten we gewoon dodgen, denk ik. Dit is zo leuk gedaan, man. Misschien is dit wel mijn favoriete fight in de game. Oh, shit. Oké, dit zijn er heel veel. Dit zijn er heel veel. Hoppakee, goed gedaan. Wanneer ga je met je snavel? Oh, nu. Kijk. Nu moeten we eronder gaan als balvorm. En dan gaan we eruit. En dan kunnen we nu op de rechtervleugel. Heel snel. Go. Wat gaat hij doen? Oh, dat zijn enemies. Bal. Shit. Dit is niet goed. Nee. Oh my god, ik had niet verwacht dat hij terug zou gaan. Snel. Boom. Oh, dit is zo'n coole fight, oprecht. Ik vind het heel leuk. Dit is echt een hele leuke fight. Dit is de eerste fight die wel echt een beetje moeilijk is. Nou, als die slang ook wel lastig, moet ik zeggen. Oké, hoppakee. Op je hoofd. Zit niet heel veel in. Ik geef je eventjes een okkernoot. Hoe lang moeten we nog door dan? Ik denk nog één keer, want zijn bril is nu af. En hij kijkt nu echt lijp uit zijn ogen. Oh, shit. Oké, weer even balvorm. Gaat hij terug? Nee. Wat nu? Oké, die zijn makkelijk. Yes. Goed zo. Oké, dit zijn gewoon enemies. Wel, heel veel enemies daarentegen. Shit.
Nee! Waarom ging ik in balvorm? Ik moest hem gewoon dodgen. Heb ik nog een leven? Ik heb nog een leven. Oké, dit is de laatste. Oh, maar nu hebben we gewonnen. Hoppakee. Deze. Pats. Moeten we heel snel naar een vleugel toe. Snel, snel, snel. In balvorm. Ja, ga terug. Dat was ik vergeten. Ik maak een hele hoop rare geluiden in deze fight. Hoppakee. En het is klaar. Het is klaar. Here we go. Jump. We skippen alles. Skip ze. Oh, wat? Hij kijkt achterom. Nee, doe dat niet. Oh, kijk ook al die veren uit zijn hoofd. Nou, hoppakee. Dat is hem? Of nog niet? Oh, gadverdamme. Nee. Oh, dit is zo goor. Wat? Nee, dit vind ik echt niet leuk. Gadverdamme. Dit vind ik helemaal geen leuke fight. Dit is niet mijn favoriete fight. Is het klaar? Nee, toch? Wel. Nee. Het is klaar. Oh, dit is Aloy. Of ik weet niet hoe jouw naam zegt. Maar dit is die van Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West. Het is klaar. En ze heeft een hoop vogels gesniped. Damn, dat was gewoon de laatste boss fight van Astro Bot. Dat was oprecht een hele sicke fight. Alleen dat laatste gedeelte met die dikke vette pukkel, dat vond ik niet zo leuk. Maar we gaan nu samen met Aloy de ruimte in. Dan hebben we natuurlijk nog zo'n extra level, toch? Maar worden we dan Aloy? Ja, oké. Ze hebben zeg maar het sickste voor het laatste bewaard. Ik denk oprecht dat ze gaan kokken met dit level. Bro, 5 PlayStation bots en 3 puzzelstukjes. Dit wordt het laatste level. Insane. Hallo, robot Dino. Shit. Oké, dat was al een beetje een new play. Jou kunnen we niet pakken. Huh, wat? Hoe kan ik dat puzzelstukje pakken? Want die was al bijna offscreen. Oh, ik denk dat je vanaf het begin moet boosten. Kijk dit. Je moet vanaf het begin boosten. Alleen je moet dit wel doortje. Ja, of niet. Kijk, dan kan je hem nu pakken. Ja, oké. Je moet vanaf het begin doortje. Hoppakee, daar zijn we. Machines aan de horizon. Wauw, wat een leuke naam. Waar is Aloy? Hier is Aloy. Ga je ook weer zo bang in een hoek zitten of zo? Wat? Oh, shit. Ja, we krijgen de boog. En krijgen we ook haar? Krijgen we haar? We krijgen haar. Wil ik een wortel? Nee. Ik gebruik alleen maar pijlen met rubberen balletjes eraan. Wauw, Astro. Wat een pacifist ben jij. Nou, dat is alsnog niet echt pacifist als je pijlen op mensen schiet. Ook al zijn het speelgoedpijlen. Oké, hoe werkt dit? Oh, shit. Dit is best wel insane. We hebben oprecht een aim-mechanic. Eerder hadden we ook een wapen gekregen. Alleen dat had geen aim-mechanic. Oh, shit. Hier ben ik niet heel goed in. Het aimt echt super weird namelijk. Oké, oh, shit. Ambush. Wat is dit? Oh, yo dude, wat ben je hier aan het doen? Hoezo zijn hier spoken? Ja, die vis herken ik niet, maar het zal wel. Zijn hier nog secrets? Nee, daar flikker je gewoon keihard een afgrond in. Oh, het is wel cool dat die pijlen hier blijven in de muur. Of niet? Oh ja, kijk. Oh, dat is wel leuk. Yo, bro's, pat. One arrow, one kill. Dit is echt insane. Hoppakee. Boom, boom, boom. Kijk, dit vind ik oprecht veel sicker dan die God of War en dat Uncharted level. Want in die levels had je auto-aim, maar dit is zeg maar gewoon skill. Nou, ook niet echt, want het is dikke slow-mo, maar het is wel leuk. Oké, hier gaan we verder met de game zo te zien. Dan gaan we naar een tribe toe. Maar hier kunnen we shit krijgen. Is het zo goed? Jazeker. Oh, yo bro. Hoppakee, dat is mijn revenge. Normaal ga ik altijd dood door die slijmmonsters. Die hebben we trouwens vandaag nog echt niet vaak gezien. Dat is volgens mij de eerste keer. Yo, dude. Wie is dit? Ik weet niet wie dit is. Ja, ik ken dus ook geen één character hier. Maar dus waarschijnlijk iemand van een tribe of zo. Loyale Oseram. Betrouwbaar als bondgenoot. En ik weet niet meer wat daar stond. Oké, dan gaan we weer terug. Very nice, very nice. Voor mijn gevoel heb ik al iets geskipt. Het begint echt te peaceful. En hier worden we niet blij van. Kan ik dit doen? Oh, shit. Oké, dat is cool. Dat is cool. Hoppakee en hoppakee. Komen er ook nog machines of blijft het zeg maar dit? Of is de laatste boss een machine? Ik denk dat de laatste boss een machine is. Oké, we gaan nu de tribe in, denk ik. Hoezo zie ik daar een modern gebouw? Ja, ik weet dus niks van de lore, dus waarschijnlijk hoort dat er gewoon bij. Nou, we kunnen die kikkers gewoon in één keer killen zonder dat ze één dingetje kunnen doen. Oh, hier kan je ook stealthen waarschijnlijk. Oh, dat is leuk. Dat is best wel leuk. Wat doet dit dan? Dat weet ik niet. Oh, dan krijg je muntjes. Oh, dat is wel leuk. Deze zijn iets moeilijk om te hitten, omdat hier heb je geen slow-mo. En daar hebben we een bot. Kom op. Ja, goed zo. Oh, damn. Wie is dit dan? Oh, is dat... Ik heb geen idee. Laat maar. En hier zijn ook allemaal ringstaartmakies. Oh, shit. Dit is dat ze office jobs hadden. Oké, volgens mij spoilt dit Astro level de originele game echt heel erg. Want ik dacht dat je gewoon in een tribe leefde. Gewoon, ja, als een beetje als een oermens of zo. Nou, dat niet. Maar ja, ik wist niet dat het zo was met future technologie. Dus ik ben een beetje gespoild door Astro Bot, geloof het of niet. Oh, daarboven is trouwens nog wel zo'n ding. Kan ik die vanaf hier pakken? Dat kan zeker. Damn, wat een flex.
Damn, this is too easy, man. Hoppakee, gaan we hier over de zipline of ik weet niet wat het is. Oh, shit. Dit moeten we wel even goed doen. Dat doen we zeker weten goed. Gaan we hier eventjes langs. Dit is heel goofy. Oké, wat moeten we hier dan doen? Dit is wel heel grappig. Wacht, kan ik dit ook slopen of niet? Nee, volgens mij moet ik gewoon dit doen. Dit is tot nu toe wel echt een heel chill level eigenlijk. Het is, ja, niet heel lastig. Niet heel scary. Oh, kijk, we kunnen het slopen. Ah. Oh, en hier zijn memories. Coole memories, bro. Gaan we daar door met de game? Oh nee, daar is een puzzelstukje. Oké, nice. Oh shit, we gaan een cave in. Wat is dit? Oh, bommetje. Doei. Ja, je voelt je in deze levels wel heel sterk, moet ik zeggen. Dat is wel heel leuk gedaan. Oké, we hebben weer eventjes een onderwaterstukje. Oh shit, en die vissen. Heb ik hier ook nog een boog? Nee, oké, hier kunnen we dus alleen zwemmen. Oh, hier zien we ook een jeep trouwens. Damn, nu heb ik eigenlijk best wel zin om deze game te spelen. Ik dacht dat het best wel een lame story had, maar nee. Oh, waarschijnlijk als je al die crystals pakt, krijg je ook een secret level of zo. Wat is dit? Oh, shit. Oké, er zijn robot-dino's. Ja, maar nu vraag ik me af, hoezo heeft dan een advanced civilization een hoezo hebben zij robot-dino's gemaakt? Sorry, ik ga je geen vragen stellen over een andere game. Het spijt me, het spijt me. Ik heb nu gewoon even zin om die game te spelen, oké? Oh, shit. Nee. Ik wil jou even killen. Oh, dat is je goo-balletje. Boom. Yes. Oké, dat is dus best wel cool. We gaan daadwerkelijk tegen robotbeesten hier vechten. Dat is wel heel gaaf gedaan. Oké, jullie gaan we ook nog even pakken. Damn, dit is verslavend, man. Het voelt zo lekker om iedereen met zo'n bow and arrow te killen. Kunnen we... Oh, wacht. Boom. Oh, ik dacht, ik kon misschien zijn benen opblazen of zo. Door dat op een bepaalde tijd te activeren. Of kapot te schieten. Maar nee, we kunnen volgens mij niks doen met die dino. Hierboven hebben we wel iets. Waarschijnlijk kunnen we dan naar boven toe, of niet? Ja, dan kunnen we naar boven. Maar eerst wil ik even daar kijken. Yo, sorry bro, kom even langslopen. Oké, kan ik gewoon hier doorheen schieten? Nee. Wat kan ik wel doen? Slaan. Geef me een puzzelstukje, bro. Oh shit. Dit is het, denk ik. Nee, dat is het niet. Oh my god. Let me... Oh ja. Boom. Yes. Oké, je moest eventjes wat beter kijken. We hebben nu al alle drie de puzzelstukjes. Damn, het gaat best wel goed tot nu toe. We hoeven alleen nog maar drie bots en daar is één bot trouwens. Oké, kunnen we deze guys even quick... Hallo, ik ben jouw redder in nood. Hoppakee, ik weet niet wie dit is, maar dat is ook een soort camera guy of zo. Heel cool, we hebben een hoop cameramannetjes chillen in mijn controller. In mijn kluzu. Oké, we zijn nu eventjes boven. Alleen, ik weet niet wat dat voor meerwaarde heeft. Oh, ja, dan kunnen we op zijn rug springen. Oké, dan moeten we eventjes wachten totdat hij hier is. Dat is wel een beetje saai, maar het is wat het is. Oh ja, nu haal ik het wel, denk ik. Yes. Hallo, ringstaart makies. Hoppakee. Oké, we zijn nu op zijn hoofd. Oh, shit. Oké, ik had hier niet zoveel enemies verwacht. Ik had hier echt niet zoveel enemies verwacht. Die en die. Goeie commentary, Dante. Ik moest daar even zwetten, oké? Hoppakee, hebben we nu iedereen? En dan kunnen we nu gewoon weg, denk ik. We zijn nu op de schotel. En dat is het, denk ik. Yes, oké, volgende checkpoint. Oh, nu gaan we deep down in the dungeons. Holy shit. Oké, dit is wel heel gaaf. Dit is heel gaaf. Hoezo is die guy daaraan chillen? Dat weet ik niet. Hij heeft een banaantje. Ik dacht eventjes dat ik die uit zijn handen kon slaan, maar nee. Oké, daar gaan we. Deep down in the dungeons. Hallo, ringstaart maak je vrienden. Boom. Boom. Nee. Ja. Yes. Goed zo. Wat kan ik nu doen? Dit. Dankjewel, krokodillenvrienden. Kijk, het gaat hartstikke goed. Alleen... Ik vind het wel een beetje zorgelijk dat ik al een tijdje geen bot meer heb gevonden. Dus ik denk dat we er gewoon weer eentje gaan missen. Waardoor we weer geen 100% hebben. En hoezo is hier een schildpad? Ik weet best wel zeker dat dit niks te maken heeft met Horizon Zero Dawn. Is daar nog een bot? Ik weet het niet. Oh shit, is de boss fight al. Oh nee. Oh shit! Wat? Nee! Bro, een robot T-Rex Blunderjaw? Oké. Damn, deze guy kan wel heel snel zwemmen. Dat is op zich best wel nice. Oké, ik vind het wel heel naar dat ik een bot heb gemist. Kijk, ik weet dat ik nu met een T-Rex aan het vechten ben, maar ik had het liefst wel de bot gehad. Oh, shit. Nee. Ja, heb ik hem? Goed zo. Mooi zo. Doei. Weg. Holy shit, wat doe je nou, bro? Doe normaal. Wat? Bro, ik zie geen eens wat er gebeurt. Wat moet ik nu doen dan? Oh, shit. Snel die missiles. Yes, goed zo. Boom, boom. Jeetje, je moet best wel snel reageren. Die... Oh, heb ik die ook gehad?
Kom op. Ja, goed zo. Oké, het zijn wel een beetje homing arrows volgens mij. We hebben nu zijn been gepakt en zijn maag. Ik denk nog alleen zijn andere been. En dan zijn we klaar. Oh, shit. Oké, deze guy is wel heel scheef volgens mij. Oh, pas op, pas op, pas op. Daar komen die missiles. Let op. Wow, doe normaal. Yes, goed zo. Goed zo. Boom. En boom. Yes, dat is hem. Sorry, ik moest daar echt even focussen. Oké, mijn commentary is echt gewoon complete shit. Maar ik wil dit gewoon in één keer halen. Anders is het niet satisfying. En ik heb trouwens ook geen levens. Dus ik moet oprecht wel sweaten. Bro, hoort het er allemaal bij? Wat ben ik allemaal aan het doen? Oh my god. Land op hem. Land op hem. Ja. Oh my god. Is dit het? Yo, geef het op, bro. Ja, doei. Yo, we did it. Damn, dankjewel, turtle bro. Ik denk dat je andere turtle bros wel dood zijn. Maar ik geef je eventjes een kusje met mijn pijl. Hoppakee. Doei. Dat is een PS5. Oh, dat is de cover van de PS5. Oh my god, die is hier gecrashland. Oh, dat is heel sick. Trouwens, er staat ook weer een T-Rex voor onze neus. Bro, was jij niet dood? Wacht, wat? Ik weet niet wat er met de raket gebeurde. Gaat het allemaal goed? Oké. Okay. Dat was zo lullig. Hij probeerde me nog even op het laatste te killen met een raket. Maar die ging helemaal zo raar in een spiraal en in het water. En toen schoot ik zo'n dingetje op zijn maag. En toen viel die heel derpy met een geluidje. Maar dit is de cover van de PlayStation 5 die we kwijt zijn geraakt. Oh, dat is heel cool. En hier is een bankje waar iemand heel peaceful is doodgegaan. Oh, dat was omdat ik hierop sloeg. Oh, 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 nee. Nee, stop, Astro. Maar hoe kom ik hier? De aanknop. Oh, nee. Wil ik dit wel opblazen? Oh ja, alsof de cover zo sterk is. Tuurlijk. Wat is dit? Schiponderdeel. Wacht, dit is niet de CPU. Dit is het beschermingspaneel. Of de beschermingspanelen zijn dit. Dit is niet de CPU. Ik had verwacht dat we hier de CPU zouden vinden. Maar dit zijn gewoon de nutteloze plastic panelen. De stijlvolste manier om te voorkomen dat je verbrandt bij binnenkomst in de atmosfeer. Dat had ik niet verwacht. Ja, prop die er maar in. Krijgen we hiervoor ook een assembly stuk? Dat weet ik niet. Er is wel heel veel feest of zo. Of nou ja, heel weinig bedoel ik. Dit is toch het einde van de game? Zeg maar, het is allemaal best wel normaal. Er is niet veel anders. Terwijl er is niks meer. Dat was het laatste level letterlijk. Ja, we gaan dit gewoon casual in elkaar zetten. Oké, okay, sure. Dat vind ik prima, maar... Oh, kijk, we moeten dit eraf halen. Het is gevandalized met graffiti en zo. Oh, dat is leuk. Oh my god, dit is insane. Dit voelt zo lekker. Mijn trigger trilt echt zo hard. En mijn controller ook. Wow, mijn rechter wijsvinger gaat echt crazy, man. Damn, dit is heel satisfying. Oké, okay, duurt alleen wel een beetje lang. We moeten ook nog de andere kant doen, natuurlijk. Maar bro, deze is toch cool? Oh, wat? Er zijn hier nog enemies. Die moeten we even killen. Oh, wat? Ze schieten op mij. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Nee, maar dit vond ik eigenlijk wel een leuke graphic. En dan nog een heel klein beetje. En dan zijn we klaar. Hoppakee. En dan moeten we ze ook nog eventjes erop klikken natuurlijk. Maar we hebben nog steeds niet de CPU. Hoe gaat dat werken? Oh, we gaan het erop schroeven. Oh my god, dit wordt insane. Dit hebben we nog nooit gehad. We hebben alleen nog maar spijkers gehad. Here we go. Oh, dat voelt goed. Dat voelt zo goed. Damn, daar genoot ik echt enorm van. Damn, we hebben weer een blije PS5 die niet naakt is. Oh shit, dat zijn de kabels. Bro, dit is allemaal zo satisfying. Oké, okay, dit vind ik heel leuk. Hoe werkt dit? Wat? Damn, hoe ga ik dit uitleggen? Je zag toch die stroomschokjes? Die voel je in de trilling. Je triggers die gaan een soort van de hele tijd heen en weer. Alsof je vinger een soort van geschokt wordt. En dan op het laatste gaan zo bam. Eigenlijk wat je op beeld ziet, dat voel je als het ware. Hier, check dit. Oh, dat voelt heel nice. Ik weet ook niet of je mijn vingers kan zien. Misschien zie je ze een beetje bewegen, maar dat weet ik niet. Oké, dan gaan we eventjes de allerlaatste hendel van de game overhalen. Here we go. 3, 2, 1. Boom. Dat was hem. Power that baby up. We missen alleen een CPU en dat is het belangrijkst. En ja, dat is niet hoe dat werkt. We hebben letterlijk geen CPU. Damn, wel cool dat het zo'n party is. Even serieus, dat die eindelijk zo vliegt. Dat is leuk. En daar is Astro. Maar zijn het nu al de credits? Nee toch? Zoekdekking. Nee, het is een zilveren trophy. Het is een zilveren trophy. We're not done here. Wacht, wat? Hoezo gebeurt er niks? Bro, ik vind het zo'n anticlimax. Of moeten we eerst alle secret levels halen om de CPU te krijgen? Ja, dat is de 100% ding. Dat is een standbeeld volgens mij. Ja, dat is een goud standbeeld van Astro.
Oh shit, we're not done here. Nope, daar is de alien met de CPU. En de PS5 is weer bang. Wat gaat er gebeuren? Ik wist het! We zijn nog niet klaar. Kijk, iedereen ook zo wijs. Ze zitten echt van, yo, doe het, please, doe het. Maar dat gaan we ook doen natuurlijk. Dat was insane. Dat was gewoon de laatste world. We hebben de PS5 nu weer een beetje mooi gemaakt. En er is nu een anomaly in de lucht. Wat is dit dan? Is dit een emergency evacuation of zo? Ik weet het niet. Zag je Astro zo ja knikken? Dit is trouwens wel echt een derpy outfit om de final boss mee te doen. Oké, maar dit is wel heel sick. Damn, we zijn gewoon met 214 bots in de PS5 gegaan. En we gaan nu in de wormhole. Is het echt een hele nieuwe wereld of niet? Damn, die PS5 kijkt echt heel serieus. Daar is Astro achter het stuur. Ik ben zo benieuwd, oprecht. Dat doet precies helemaal niks. Oh, damn. Dat is de knop. Druk hem! Let's go! Wat doet dit? Nee. Oh, dat is heel cool. Dat is heel cool. Op oude PlayStation equipment. Wauw, mensen gaan op zo'n PlayStation 3 camera en een PS1 controller. En een PlayStation 3 en zo'n VR gun. Bro! Ja, ik kom mee, Astro. Wat? Squadron Go? Oh my god. Oké, dit is volgens mij wel een copyright nummer als ik dat daar rechtsonder zag. Dit is zo sick. We gaan gewoon met de hele squad vechten, bro. Kijk dat. Er zijn ook bots op memory cards. Pak dat puzzelstukje. Nee, die is van mij. Ja, goed zo. Oké, er zijn hier dus ook collectibles. Dit is zo cool. Dit vind ik oprecht zo leuk gedaan. Oh my god. Je ziet gewoon dat deze game met zoveel liefde is gemaakt. En daar word je gewoon altijd blij van. Hoe moet ik dit doen? Oh shit. Oh, gaan ze mij helpen? Ja, bro, help me. Oké, hoe werkt dit? Schieten. Oh, we gaan met z'n allen schieten. Oh, dat is cool. Dat is heel leuk gedaan. Dat is heel leuk gedaan. Ik weet alleen totaal niet wat we aan het doen zijn. Ik ben gewoon keihard aan het knallen. Oh, shit, we zijn dood. Oké, we moeten dus ook een beetje dodgen. Dat is zo cool. Eindelijk is er zeg maar een mechanic in de game voor... dat je zo je controller kan bewegen in de main menu. Is dit het? Dat is volgens mij de eerste mini-boss verslagen. En nu krijgen we meer... Bro, wat is dat? Dat is letterlijk een boomerang. Een PlayStation boomerang. Oké, maar nu krijgen we meer backup, denk ik. Ja, we krijgen backup van onze maten. Oké, die moeten wel eventjes helpen. Dit is zo cool gedaan. Ze zijn zo derpy aan het rondvliegen. Dat is zo schattig. We moeten trouwens ook wel eventjes goed letten op secrets. Was dat nou zo'n PlayStation microfoon? Damn, bro. Pak al die asteroids. Oké, dit is insane. Dit is insane. We moeten heel snel zijn. Oh my god, wat is dat? Is dit een secret? Ik denk het wel. Puzzelstukje. Perfect. Oh, hier moeten we even goed opletten. Yes, gaat allemaal goed. Oh shit, daar waren we bijna dood. Wat is dit dan? Het slaat nergens op, maar het is gewoon zo creatief. Daar had ik nooit aan gedacht. Ik weet alleen niet hoe we moeten killen. Oh, we moeten gewoon blijven schieten, denk ik. Ja, oké. Dus we moeten dit zo allemaal dodgen. Oh shit, ik ben een vleugel verloren. Dat is niet nice. Blijft dat zo? Oh, we gaan terug. Bro, wat? Dat had ik helemaal niet door. Ik ben nu beide vleugels kwijt. Shit. Oké, blijf schieten. Goed zo. Dat is hem toch. Dat is hem. Oké, mijn vingers worden wel een beetje moe, want die triggers gaan echt crazy oprecht. Oh, dodge die lasers. Daar werd ik bijna gekild. Pak deze. Dodge de lasers. Nice. Oh, puzzelstukje. Hoe krijg ik die? Nee. Wacht. Die wil ik. Ja. Goed zo. Dat zijn 3 puzzelstukjes. Ik weet niet hoeveel er zijn. Ik wil het eigenlijk niet op pauze zetten, want dat is een beetje gaar natuurlijk. Hoppakee, die hebben we ook. Oké, die VR-guns pakken ze nu ook. Shit. Damn, dit is zo chaotisch, man. Maar zo leuk. Ik probeer zeg maar alle PlayStation items te zien. Dat is een PlayStation 3 controller volgens mij. Weet ik niet. Dat is een PlayStation 3. Oh, we moeten jullie helpen. Nee. Ze crashen. Wat? Oké, dit is oprecht niet goed. Waarom is er ook zoveel debris? Doe even normaal. Oké, ik ga jullie helpen. Oh, damn. Kijk dit. Hier. Ze vallen bijna van de platform af. Maar ik ben ze hier aan het helpen. Dat is zo cool, bro. Kom op, pak hem. Ja, goed zo. Hij is ook alles aan het filmen met een PlayStation camera. Wat moet ik nu doen? Yo, ik wil ook weer mijn ding. Yes! We gaan weer door. Damn, hoe lang gaat dit nog door, man? Oké, ik weet ook niet of ik ze allemaal moet killen. Ik spam maar gewoon een beetje random. Zag je die ene alien daar zo wegrennen? Dat is wel leuk. Oh shit. Even alles en iedereen hier schieten. Oh my god, ik heb jeuk aan mijn neus. Holy shit, wat moeten we hier doen? Bro, hoe groot een missie is dit? Ik wist niet dat het alien leger zo groot was. Hoe werkt dit? Oh, we moeten schieten. Ik ben niet op tijd, denk ik. Yo, schiet! Ja, goed zo. Weg een gekke mitrailleur. We zijn nu met 2 andere PlayStation controllers. Damn, dit is zo insane, man. We zijn geïnfiltreerd. Dit doet me een beetje denken aan de Death Star van Star Wars. Oké, blaas de bom op. Hoppakee. Is dit het? Dit is het toch? Ja, dit is het.
Dit is het. Is er nog een bos? Kom op. Gaan we erin? Dat is de alien. Schiet hem. Bro, schiet hem in zijn gezicht. Nee, niet in zijn mond. Oh, shit. Ja. Oh, my. Bro. Pak de CPU. Red hem. Hij gaf zich over met zo'n surrender vlag. Oh, nee, we hebben hartjes. Het is een boss fight. Shit. Bro, ik dacht oprecht dat dat het einde was. Hij gaf zich over, alleen uiteindelijk toch niet. En hij heeft iedereen gewoon doodgeslagen in één keer. Oké, we moeten daar gooien om iets te kiezen. We hebben het verkeerde gekozen. Is dat rigged? Ik heb het gevoel dat dat rigged is. Shit. Bro, zoveel enemies. Doe normaal. Oké, we doen even spin to win. Hoppakee. Bro, dit is zo cool. Het is gewoon een boss fight. En het is met zo'n mystery rat. Oké, dankjewel Kratos. Geef me een bal. Oké, we moeten even de juiste kiezen. Ik wil de kikker. Of we hebben de... we krijgen een power-up. Oh, dat zijn de power-ups. We kunnen dus alleen maar power-ups krijgen in principe. Oh. Je hebt elke keer een andere situatie. En je krijgt elke keer een andere power-up. Doe me een beetje denken aan Cuphead. Dat betekent dus dat de rode optie waar je enemies krijgt het makkelijkst is. Ik wil ze eigenlijk wel allemaal proberen. Maar ik wil ook wel weer gewoon in één keer winnen. Oké, we willen dus niet de pitbull krijgen. Oké, de kikker proberen we nu. De kikker is denk ik wel iets makkelijker. De pitbull vond ik altijd al wel een beetje gaar. Dat is wel cool hoe ze alle power-ups combineren in één ding. Oké, deze is wel makkelijk, denk ik. Ja, dit gaat wel. Dit is wel te doen. Ja, oké, dat is makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ja, goed zo. Oh, wat? Je hebt nu gewoon een lullige hamer. Serieus? Oh, die moeten we nu poelen. Oh, kijk dit. Kijk dit. Oh, damn. In zijn gezicht. Oké, dat was heel cool. Oh, nu kunnen we ook zo'n lok kapot maken, denk ik. Sla, 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 sla. Oh. Dat is heel leuk gedaan. Kijk die rode vingers. Kijk zijn gezicht. Hij zat echt van... Nee, niet mijn UFO of zo. Hij heeft nu ook een beetje een rood hoofd. En die vingers, bro. Alles hieraan is perfect gewoon. De animatie is zo leuk. Kom maar door. Oh, dit zijn guns. Oh, shit. Oké, ik weet niet hoe dit werkt. Dit is gewoon doortje volgens mij. Oh, we moeten de kogels pakken. Pak de kogel dan ook, verdorie. Ja, ze hebben twee kogels. Boom, boom. Oh, we moeten zijn visor pakken. Oké, dit is zo cool gedaan. En dit is oprecht best wel lastig. Je moet het gewoon dodgen, terwijl je ook moet letten op waar je gooit. Dat is er nog eentje, dat is er nog eentje. Wanneer is die klaar? Nu is die klaar. Dit is zo'n zieke fight, man. Ik hoop gewoon dat ik deze kan replayen ook in mijn eigen tijd. Oké, sla zijn vingers. Hoppakee. 3, 2, 1... Pakken we eventjes een slot en kijk zijn gezicht weer. Hier, check dit. Ah! Ik word hier oprecht heel blij van. Oké, nu gaat hij weer hierheen. Dat die PS5 ook nog niet kapot is, man. Van zo'n hamer en van letterlijk een gun. Oh, shit. Je moet ze allemaal doen. Niet de pitbull. Nee, we hebben de pitbull. Shit. Oké, sorry. Daar rage ik best wel om. Oh, dankjewel. Oh, dat vind ik heel nice. Ik denk dat ze eerst moeten landen en daarna moet je hem pakken. Ja, oké. Je moet gewoon de schaduwen doortje. En dan krijgen we dus metalen dingetjes. En dan krijgen we op een gegeven moment een bal die groot genoeg is. Oké, dat was heel close. Dat was heel close. Bam. Ja, goed zo. Is dat hem al? Dat is hem al. Nice. Pakken we even snel deze enemies. Yes. Gaan we snel naar zijn vinger toe. Is dat al de laatste? Nee, toch? Is dit de laatste of nog eentje? Nee, dat is hem. Dat is hem. De CPU is van ons. Ja, ik denk dat dit hem is. Oh. Gaan we zo heel sprookjes achtig naar beneden. Of een beetje zoals Mario Odyssey. We hebben de CPU gekregen en de CPU heeft armen. Damn, dat is hem. De gouden trophy. Een hoop te verwerken, bro. Die naam ook weer. Oh my god, insane. We did it. Dit was Astrobot. Nee. Jawel, nee, ik weet... Oh, nee, oh, ik weet al wat dit is. 3, 2, 1, go! Oh, shit, pak die bom. Nee! Oh, shit, ik blaas jullie allemaal op. Dat is niet helemaal de bedoeling, dat is niet helemaal de bedoeling. Oh, my god. Een fake-out, bro. Net toen ik zei, dit was Astrobot, kwam die naar boven. Dit is te perfect. Oké, mijn controller is wel een beetje raar gemapt nu. Yo, hoeveel shit heb jij nog, man? Dat is hem toch? Op zijn hoofd. Oh, wat? Dat mag niet. Dat hoort er niet bij. Stop, stop. Op zijn hoofd. Nu is het toch wel klaar, man. Kijk hoe je eruit ziet. Je hebt een oranje hoofd. Je hebt letterlijk... Wat? Je hebt een bult op je oog. Gadverdamme. Oh, shit. We moeten daar inschieten. Hoppakee. In zijn poepert. Dat was wel awkward, eigenlijk.
Oh shit. Nee toch. Bro, we gaan nog door. We gaan nog steeds door. Ik dacht, dit is hem wel. Hoeveel fake-outs zijn er? Oh, damn. Ze gaan Astro redden. Ik dacht, ze hebben scheid en ze gaan vluchten zonder mij. Ik word niet betrayed. Ofwel, word ik betrayed? Nee. Wat? Nee. Nee, doe normaal. Oké, sorry, dat had ik oprecht niet verwacht. Dit is geen fake reactie of zo. Huh? Nee, no, I'm not buying it. Dit is niet canon. Dit is niet canon. Nee, nee, nee. Daar komt nog wat. Ja, die CPU is zo hard aan het janken. Dit is... Wat? Nee, het Asobi-logo is ook sip. Nee, bro. Hier is een plaatje van het normale Asobi-logo. Ja, het is een fake-out. Ja, gelukkig, bro. Oprecht. Anders was ik oprecht best wel sad. En die CPU zwaait zo heel derpy nadat hij net echt in tranen zat. Niet weer een fake-out, bro. Ja, de armen. Nee, we gaan Astro in elkaar zetten. Oké, oh, dit is best wel gestoord. Yo, Astro. Ben je er nog? Astro, wake up. Oh, dat moest ook echt. Wat? Oh, hij heeft zijn arm gevonden. Je moest oprecht hem zo schudden. Oké, oh, oh, dit vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Oh, dit vind ik echt niet fijn om te doen. Sorry, Astro. Oh, shit, dit is best wel gestoord, man. Oké. Kom op. Astro, wakker worden, man. Yo, we moeten aan de CPR. Hoppakee, boom, boom. Oh, oké, heb jij een been? Oh, ze hebben nieuwe benen. Oh, shit. Astro wordt een cyberpunk, of was die dat al? Dat weet ik niet. Oké, dat vind ik eigenlijk best wel creepy of zo, dat hij nieuwe ledematen krijgt. Het wordt allemaal best wel gestoord. Ik vind het ook echt best wel weird eigenlijk dat ik zo'n lijk vast heb of zo. Ik weet niet. Ik word een beetje weird het oud. Oké, we gaan hem maar snel in elkaar zetten, want dit vind ik geen leuk... Bro, die trek je er gewoon vanaf. Zijn romp is ook helemaal kapot. Yo, Astro. Word wakker, bro! De CPU is nog wat aan het zoeken met die armen. Oh, oh my god, een ziel. Is die echt zijn ziel kwijtgeraakt? Jezus. Yo, wat is er met die alien gebeurd in die worm? Oh my god. Oké, dit vind ik echt wel een beetje gestoord. Wat is er gebeurd met die alien in die wormhole? Ik dacht hij deed dat gewoon voor de joke, maar het was echt... Het was echt een fight. Jee, hij leeft. Kijk al die hoofdjes daar op de achtergrond. En dan zwaait hij zo weer. Ah, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Oh, shit. Oh, nee, die horen bij ons. Ja, dat is hem wel echt. Ja, daar is het blije logo. Ja, ja, ja. Mooi zo. Ze hebben de credits in-game gemaakt. Bro, deze game. Ik dacht, de credits zijn niet... Het zijn gewoon credits. Bro, ze hebben de credits oprecht in-game gemaakt. Dit is te insane. Ze hebben de credits oprecht in-game gemaakt. Daar is de DualShock controller. Daar is de PlayStation 4. Oh my god, dit zijn alle namen. En als je erop springt, dan gaan ze zo in de lucht. Bro, dit is zo cool. Dit is zo cool. Bro, weet je wat het ding is? Ik probeer letterlijk al een half uur te zeggen wat ik vind van de game. En van alles wat er is gebeurd. Maar elke keer gaat het weer door. Daar is de PlayStation VR, daar is de PS Vita. Nu gaan we naar de game programming. Dat daar net als game design, bro. Dit is allemaal perfect. Al deze mensen, die zijn echt de grootste Sigma's ooit. Oké, dat is dan wel weer een beetje cringe, sorry. Ja, ik dacht al, man. Het kon geen sip einde zijn. Is dit... Oh, dit is de DualShock 3. Ik hoop ook, zeg maar, dat je dit creditstukje opnieuw kan doen. Dit is denk ik de enige game ooit waar ik daadwerkelijk het creditstukje opnieuw wil afspelen. Dat zegt echt genoeg. Game Direction. Oh, dit is de laatste, denk ik. Ik denk het wel. Nicolas. Hoppakee. Gaan we hier omhoog. En dit was een PlayStation 1 of zo. Bam. This is it. Oh, wat? De memory card. You. Oh my god. Ze hebben een thank you erin gestopt. No way. Damn, dat is wel heel cute. Dat is wel heel cute. Oh, dat is leuk. Thank you for playing. Dat is te wholesome, man. Nee, je kan het niet zo wholesome maken. Oh, bro. Ik vind het... Oh, en dat hij zwaait. Bro, ik snap gewoon niet hoe je zo'n perfect einde kan maken. Gewoon die video's dat je niet hoeft te doen. Daardoor zie je dat de development team... dat het zo'n leuke vibe daar was.
dat ze gewoon aan het kloten waren. En dat zo die monsters die end. En dat er dus een hartje... Ze, aan die eindvideo zie je dat ze gewoon aan het kloten waren. Dat gewoon... Dat ze dit met passie gemaakt hebben. Oh, bro, ik dacht nog een sterrenstelsel. Totdat ik het had gelezen. Je kan het eindgevecht zo vaak beleven als je maar wil. Ik had niet anders verwacht, man, van zo'n goede game. Dat je het ook gewoon zo kan replayen. En het lijpen is, kijk hoeveel bots we nog moeten. We moeten nog zoveel bots. Gefeliciteerd, je hebt afgerekend met die gemene Rick en de wereld gered. Maar worden nog veel bots vermist. Vind jij ze allemaal zeker? Ik ga deze game sowieso 100% spelen. Dit was zo'n zieke game. Oh, kijk, dat zijn al die balletjes. Heel leuk om de hub world zo vol te zien nu. Nu je de game hebt gecomplete. En we missen nog echt superveel bots. Ik ben heel erg de video soort van aan het uitrekken. Want ik wil gewoon niet stoppen met de serie of zo. Ik vond oprecht zo'n verschrikkelijk leuke game. Het is op zich nog niet echt voorbij. Maar misschien wel, of voor mij tenminste. Maar misschien wel voor YouTube. I don't know, het is weird. Ik wil nog even naar de animation kijken van Ellie. Even van Joel nog. Oh, die baksteen gaat op zijn kop. Wat? En deze guy verliest zijn paddenstoelen. Gadverdamme. Nou, dat was hem voor deze serie. Smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. Toon eventjes die hype in de comments. Laat even uitgebreid weten wat jullie ervan vinden. Ik ga die comments dan oprecht lezen. Want ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie er allemaal van vonden. Jullie weten al wat ik ervan vond. Ik vond het echt een amazing game. Astro gaat nog eventjes op de PS Vita spelen. En dan ga ik hier de video afsluiten. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!